super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag is het de eerste video van 2018. Woehoe! Applausje! Woehoe! We gaan 2018 sowieso knallen. Mijn zorg voor goede voornemen voor 2018 is dat ik hopelijk de 100.000 abonnees haal in 2018. Want ja, dat was eigenlijk al het doel voor 2017, maar dat is niet gelukt. Want ja, dan gingen steeds abonnees weg. Maar hey, het gaat weer wat beter. Vandaag ga ik een make-up session voor jullie opnemen. Omdat ik had laatst, was ik live via Insta, toen vroeg heel veel van jullie dat. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik hoop dat jullie de video nu al leuk vinden. Als jullie dat vinden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. En laat even in de reacties weten wat jouw goede voornemen is voor 2018. En laten we nu maar beginnen. Let's go! Let's go with this shizzle! Woo! Oké, ik ga jullie eerst een beetje laten zien hoe mijn make-up tas er zelf uitziet. Want ik heb niet zo, ja... Want heel veel mensen hebben echt een hele mooie make-up tafel of iets. Nee, dat heb ik niet. Helaas. Nee, ik heb deze hele mooie make-up tas. Die jullie hebben kunnen zien in mijn What I Got For Christmas. En die is van de Hema en die is heel mooi gat. Ik heb niet meer een dagelijkse make-up routine. En dat had ik eerst wel. Maar nu niet meer. Want nu doe ik soms wel oogschaduw op en soms niet. Als ik doe gewoon op wat ik waar ik zin in heb. Want ik heb bijvoorbeeld ook verschillende blushes en zo. Dus ja, dat is wel een beetje. Maar dat jullie dat gewoon even weten. Want ja, even duidelijkheid ervoor. Want heel veel van jullie vroegen ook of ik een dagelijkse make-up routine wou opnemen. Alleen, ik heb niet meer echt een dagelijkse make-up routine. Dus ja, dat jullie het weten. Beetje ingewikkeld, maar je snapt vast wel wat ik bedoel. Dus dit is mijn hele mooie tas. En ik ga jullie laten zien wat erin zit. Laten we beginnen met het grote vak. En ja... Het grote vak heb ik net dus al laten zien. Daar zit eigenlijk het meeste. En het eerste ding wat ik er nu uit ga halen is zeg maar het spiegeltje. Ik heb hier dus een soort van geheime vakje, noem ik het altijd. En daar zit een spiegeltje in. En dat is een hele mooie. En die heb ik zeg maar, als ik gewoon, ik weet niet. Soms moet ik iets van dichtbij zien bijvoorbeeld. Dan zit een wimper niet goed en dan moet ik dat gewoon even goed doen. Of als ik mijn wenkbrauwen doe ofzo. Dan gebruik ik dat spiegeltje, want deze is zeg maar kleiner. Dus ja, nu kun je ook zien hoe ik zeg maar zit en zo. Die is gewoon handiger. Ja, klinkt heel stom, maar je snapt wat ik bedoel. Dan het volgende wat hiervoor zit. En dat is dit hele mooie I Heart Makeup Chocolate Palette. En deze heb ik ook in mijn What I Got For Christmas laten zien. Er zitten allemaal hele mooie kleurtjes in. Ik heb dus heel veel oogschaduws en zo gekregen. Dus ja, ik vind het dan gewoon leuk om oogschaduw op te doen. Dus de laatste tijd doe ik wel oogschaduw op. Maar eerst deed ik dat echt nooit. Dus ja, die heb ik dan. En dan gaan we verder eigenlijk naar het grootste gedeelte. En dan zitten hier gewoon allemaal poeders in. Een Douglas blush. Ja, ik heb eigenlijk twee blushes. Dus deze dan van de Douglas. Met twee verschillende. Een peachy en heel roze. En dan heb ik er ook deze. Deze is van Makeup Obsession. En deze is heel roze. Dus die heb ik ook. Dan heb ik een NYC Big Bold bronzer. En waarom ik deze heb is eigenlijk omdat die ten eerste heel groot is. Dus ik kan er lekker veel mee. En ook lekker lang mee. En ten tweede omdat deze zo incredibly mooi is. Ik heb deze nu ook op. Ik weet niet of je het precies kan zien. Alleen je moet wel uitkijken met deze, want deze is zo ontzettend veel pigment. Dat ik soms ook gewoon echt wel eens met zo'n streep heb gelopen, omdat ik het niet uitgeblend kreeg. Bijvoorbeeld in die video toen van die NYC met die lip dingen, toen had ik die niet goed kunnen uitblenden. Dus ik moet er wel mee uitkijken, want kijk, het is echt heel donker wel, maar het is wel mijn kleur. Dan heb ik een Catrice All Matte make-up poeder. Dus deze doe ik voor afpoederen en zo. En deze heb ik 0,25 cent beige. Altijd mijn kleur van foundations, van concealers. Altijd cent beige of beige. Dan heb ik een hele mooie highlighter die ik voor alles gebruik. Oh mijn god, kap deze highlighter. En hij is helaas wel kapot. Maar ja. Deze is van Makeup Revolution. En kijk. Deze is zo enorm mooi, maar hij is wel een beetje kapot.
Ik heb zeg maar ook altijd highlighter hier zitten. Omdat het een frissere blik geeft. En hier. Hier en hier. Dus dat is... Woe! Poep. Dat is dan mijn laatste poeder ding wat hierin zit. Dan hebben we alles van de poeders gehad. Dan heb ik er dus, wat ik net al zei, een haarbandje altijd in zitten. Want ja, ik hou niet zo van als ik helemaal een elastiekje in moet gaan doen. Dus ik doe dan meestal gewoon zo en dan zo naar achter. Dus daar gebruik ik die voor. Ja. En dan heb ik nog een Rituals crème. En die gebruik ik voordat ik mijn make-up op doe, zodat mijn huid iets soepeler is en niet zo droog. Want ik heb voor mezelf echt een hele droge huid. Dan het laatste dan alweer wat zeg maar aan dat poedervak zat, was dit van NYX. En ja, dus dat wat ik heb gekregen van Iris voor kerst. En deze gebruik ik eigenlijk iedere dag voor als grote spiegel om te kijken of op een afstandje hoe mijn make-up zit of hoe slecht ik eruit zie. Oeh, ik zie wel dat mijn highlighter heel overdreven is. Maar oké. Wie houdt er nou niet van highlighter? I mean, this is pretty. Nee, kijk. En hier zit zeg maar een lip. Soft matte lip cream in. Deze is heel mooi. Dit is London. En er zit een highlighter in, een blush en oogschaduws. Dus die heb ik. En dan de dingen die aan de rechterkant zitten voor mij, maar voor jullie aan de linkerkant. En dat is mijn foundation van Catrice. En deze gebruik ik zeg maar, ik doe eerst concealer op zo'n, met zo'n potje, laat ik zo zien. En dan doe ik er 3 stipjes van dit op, omdat het dan gewoon iets donkerder maakt en zo. Dus ik heb deze van Catrice. Tada. En ja, ik heb deze eigenlijk, ik doe heel lang met zo'n heel potje, omdat ik die eigenlijk helemaal niet zo heel veel gebruik. Dus die heb ik dan. Dan dus die Catrice potje concealer, wat ik net zei. Ik heb, merk ik nu heel veel dingen van Catrice. Maar ja, hè. En dit is dus zo'n camouflage cream. En deze is in de kleur Light Beige. En deze was in de kleur Warm Beige. Dus deze is iets donkerder als deze. Ja, ziet er echt heel goor uit. Maar ik gebruik het wel gewoon iedere dag, hè. Dan heb ik nog het enige uit dit grote vak. Dat is het grote vak alweer leeg. En dat is namelijk mijn Silly Sponge. En ik vind deze heel fijn. Ik gebruik hem eigenlijk heel veel. Mijn Beauty Blender van... Niet dat daar gewoon weer. Real Techniques. En ja, deze gebruik ik gewoon om dingen uit te blenden en zo. En dan heb ik deze. Zo'n finger blender. En die gebruik ik ook voor dingen uit te blenden. En deze gebruik ik meestal voor... Ja, contour-achtig iets hier weg te gooien. Bronzer, om bronzer uit te blenden. Tada. En dan heb ik nog maar een paar dingetjes in dit vak. Het is zeg maar, ja, ik zal het even beter laten zien. Het is zeg maar met zo'n netje. En dan zet ik hier allemaal shizzle in. En dat zal ik jullie even laten zien. Het zijn voornamelijk zo van die langwerpige dingen. Ja, dat klinkt niet heel raar. Maar je snapt wel bijvoorbeeld lipgloss, mascara, lipstick en zo die dingen. Zo, als eerste, ik heb zoveel mascara's, don't judge me. Deze van Essence, Forbidden Volume. En deze gebruik ik iedere dag. En deze is zo goed, hè. Oh. Als ik ergens volume mee wil krijgen, is met deze mascara. Love it. Dus deze mascara heb echt... Dan heb ik deze mascara van de Douglas. Dat is de Volume Obsession. Ik zal even dat borsteltje laten zien. Deze is goed, alleen deze heeft geen volume. Deze maakt ze langer. Oké, okay, dat vind ik. Dan heb ik nog een mascara van de Douglas Volume Mascara. En deze zorgt wel heel veel voor
volume. Dan heb ik deze van de Meiden Magazine. En dit heb ik een keer gekregen bij, zeg maar, ik sta zelf in Meiden Magazine. En toen kreeg ik dat boekje ook. En daar zat deze mascara bij. En ik gebruik deze eigenlijk altijd voor mijn onderwimpers. Omdat deze is nou niet per se heel goed. Alleen deze is wel goed voor mijn onderwimpers. Want ik wil mijn onderwimpers niet voor van die poppenwimpers. Dan heb ik er nog een eyeliner in zitten van Essence. Made to Sparkle. En deze gebruik ik ook heel veel eigenlijk. Dan heb ik hier nog een Winter Glow Eyeshadow Base van Essence. Ja, dit is zo'n ski lipbalm. Dit is zo'n ski lipbalm. En ik gebruik dit eigenlijk omdat ik zulke enorme droge lippen heb. Dat is niet normaal. Dus deze gebruik ik altijd. Ja, niet zo heel interessant misschien. Maar ja, het is wel mijn make-up stash. Dan de laatste dingen. Dit zijn nog 5 dingen. Dat is het grote vak. Weer helemaal leeg. Oeh. En dat zijn namelijk deze eerste, ten eerste de Benefit Kimmy Brow. En dit is zeg maar een, dit geeft je wenkbrauwen een klein kleurtje, zonder dat het heel donker wordt. Dan heb ik nog een Oh My Gloss van Rimmel London lipgloss. En die gebruik ik eigenlijk ook wel veel. Dan heb ik nog een mascara van Clinique. En dat is zo'n kleine, die heb ik een keer gekregen bij ook een pakketje wat ik ooit heb gekregen. En dan heb ik nog een Essence Long Lasting 07 lipstick. En ik gebruik deze letterlijk iedere dag. En ik hou van deze lipstick. Oh my god. Het is mijn baby. Deze gebruik ik voor alles. Bij elke look. Maakt niet uit. Ik gebruik deze altijd. Jongens, dan zijn we alweer klaar met het grote vak. Ik zal jullie daar laten zien wat het eindresultaat is. Nee, we zijn klaar met het grote vak. En dan gaan we nu door naar alle kwasten. En dat is ook het laatste deel. Ik zal ze er allemaal even uithalen. Ik heb niet heel veel kwasten. Dit zijn allemaal kwasten namelijk. De eerste kwast die ik heb is deze hele skere kabuki kwast. Die het overigens wel doet. Ik gebruik deze eigenlijk ook gewoon iedere dag voor mijn full face. Jongen, ik kom niet aan mijn woorden vandaag. Jezus. Voor mijn full face poeder. Dus deze kabuki brush. Die gebruik ik iedere dag. En die heb ik eigenlijk ook al heel lang. Oh ja, voor als jullie denken, waarom zijn de kwasten zo goor? I'm sorry. Dan heb ik nog een Catrice wenkbrauw. Jongen, wat is dit? Waarom kom ik niet uit mijn woorden? Dan heb ik nog van Catrice een spoolie. En deze gebruik ik voor mijn wimpers. Voor mijn wenkbrauwen. Wimpers. Wenkbrauwen. Laat mij uit mijn woorden komen alsjeblieft. Voor mijn wenkbrauwen. En dat doe ik gewoon doorkammen. En ik gebruik het heel vaak voor als mijn mascara niet helemaal goed zit. Dan doe ik het hiermee fixen. En hier zat eerst een potloodje in. Alleen die heb ik in de zomer zo ongelooflijk veel gebruikt. Tot nu niks meer uitkomt. Maar dat hoeft ook niet. Dan heb ik deze. Die hoort bij dit palet. En dit is gewoon zo'n. Hele. Wat je vroeger altijd. Echt van die kinderkwastjes. Waarmee je vroeger je oogschaduw mee deed. Dat is zo'n kwastje. En ik gebruik die meestal om hier mijn highlighter mee te doen. Want ja, ik kan het wel gebruiken voor op mijn ooglid. Alleen ik vind dat niet zo handig. En ik heb die in dit vak gedaan. Omdat hij iedere keer hier uitkugelde. Dus dan werd ik er helemaal gek van. Dus ik heb hem, dus deze. En deze is van I Heart Makeup. Dan heb ik deze concealer brush van Issy Paris. En deze gebruik ik dus voor concealer. Maar je kan hem ook gebruiken voor oogschaduw. Maar daar gebruik ik hem ook wel eens voor. Deze. Dan heb ik deze eyeshadow brush van Issy Paris XL. En deze gebruik ik meestal voor mijn crease. Dan heb ik nog 4 Real Techniques kwasten. Ten eerste deze. En deze is een
Target Blending Brush. Dus die gebruik ik ook daarvoor. Kijk, deze. En dit is een highlighter kwast. Dan heb ik deze. En dit is een blush kwast. En dan heb ik deze. Deze is ook van Real Techniques. En dit is een pointed foundation brush. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat ik deze ook wel eens gebruik voor highlighter. Maar dan meestal voor onder mijn wenkbrauw of zo. En dat is dan weer heel mijn stash. Ik ga jullie nu laten zien hoe het eruit ziet als ik alles eruit heb gehaald. Als jullie deze video leuk vonden, moet jullie zeker een duimpjes omhoog doen. En ja, ik weet het, de video is niet zo heel speciaal als bijvoorbeeld sketchvideo's. Maar hey, dat vonden jullie vroeger vandaag. Dus ik dacht, ik neem het op. Dus als jullie deze video leuk vonden, doe dan jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat de reacties weten wat jou het allerfijnste product lijkt van heel mijn make-up stash. Dan zie ik je hopelijk nog een keer. Tot de volgende keer. Doei doei! Leuke kusjes van Emma.